Heerenveen speelt zondag haar eerste uitwedstrijd op kunstgras van dit seizoen. Tegenstander is PEC Zwolle, dat sinds de promotie naar de Eredivisie nog niet van de Vriezen wist te winnen. Van de vier duels die de ploegen tegen elkaar speelden, werd er één keer gelijk gespeeld en wist Heerenveen er maar liefst 3 te winnen. Ik hoop dat we die traditie dan door kunnen zetten. Dat zou heel mooi zijn. Maar dat wordt een hele klus. PEC is net als vorig jaar uitstekend aan het seizoen begonnen. En dus begint Heerenveen misschien wel als underdog aan het duel. Dat weet ik niet. Ik kijk er nooit zo tegenaan. Van de underdog, ja of nee. Wij willen gewoon ons ding doen. Ja. PEC is wel een goede ploeg. Heeft thuis goede resultaten gehaald. Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, als dat zo is, dan gaan we dat proberen te logistraffen. Lodewegers kan over een vrijwel fitte selectie beschikken. Alleen voor Sam Larsson komt het duel nog te vroeg. En dat betekent dat ook Stefano Masso weer topfit is. Ja, die heeft ook weer volop meegetraind. Vandaag en vanmorgen een hele pittige training gehad. En dat ging allemaal keurig. Geen enkel probleem. Daar waar Heerenveen bij de start van de competitie weinig tegentreffers incasseerde, kreeg de ploeg er in de laatste 2 wedstrijden 4 tegen. En dat allemaal uit standaard situaties. De trainer ziet echter geen reden tot paniek. We hebben nog maar 9 goals tegen in 9 wedstrijden. Met een speelwijze die probeert ver van de goal af te verdedigen. Dat is hartstikke goed. Alleen het is wel jammer als je die goals tegenkrijgt op de manier waarop je ze tegenkrijgt. Zoals ja, gewoon niet meelopen bij een vrije trap. Dat is een kwestie van scherpheid. Hè. Dat zijn details, dat zijn kleine dingen die gaan bepalen uiteindelijk op het einde van het seizoen of je 2 of 3 plaatsen hoger eindigt. Want het levert wel punten op, hè. En zo was het eigenlijk ook met die corners van afgelopen. Dat moet gewoon gedekt worden. Alleen in voetbal worden fouten gemaakt. En anders dan zou je nooit over je leven een goal zien. Het duel tegen PEC is de eerste van de 6 op kunstgras, een uitduel. Bent u een voorstander van kunstgras of juist tegenstander? Nou, ik heb vorig jaar, ik noem even wat, bij Groningen op een normaal veld gespeeld met Cambuur. Nou, als je daarom moet spelen, dan kun je beter naar goed kunstgras toe. Als je het veld hebt hier, zoals wij het nu hebben, dan speel je altijd liever op gras dan op kunstgras. Dus nou, plaats hem maar ergens tussenin. Hè. Als het een slecht veld is, niet doen. En als het een goed veld is, dan moet je gewoon op het veld gaan voetballen. In hoeverre is deze wedstrijd een wedstrijd van aanhaken of afhaken, zoals ze dat mooi zeggen? Dat dachten we eerlijk gezegd afgelopen zondag ook. En dan blijkt dat de rest ook of gelijk speelt of verliest zelfs, hè, zoals Zwolle verliest. Maar het is wel weer zo van de wedstrijd winnen en je sluit weer helemaal bij. Je zit weer helemaal bij de top dan. Dus ja, dat is ook waar we naar streven, dat willen we.